Ja, Joeri Beemis, vorige week stond met broer Justin. Die was toen een verliezer tegen Hogeveen. Ben jij de morele winnaar vandaag toch een beetje, net die 2-2? Ja, ik denk vandaag wel, ja. Na 9 minuten dan met man minder. En dan toch een 2-2 over de streep trekken. Ik denk dat wel morele winnaar ben dan. Je zegt het al, na 9 minuten al, 10 man, Wesley Boertien. Ja, twee keer dezelfde identieke overtreding. Je zag het ook aan zijn berusting van dom. Ja, we zijn het allemaal. Ja, oh, kut. Ja, daar gaat hij. Nou ja, hij weet niemand zo. Protesteerde ook. Hè? Nee, hij zag het zelf ook. Hij zei in de rust ook. Ja, sorry jongens, dom van me. Maar ja, daarna beginnen we wel te voetbal, denk ik. Zeg, daar ligt wel jullie kracht, hè? Van je gooit een stukje strijd tegenaan en eigenlijk zie je niet dat je man minder hebt. Zeker de eerste helft. Nee, en dat vond ik een beetje raar van Hogeveen ook. Zij moesten eigenlijk een beetje vandaag van, ze wilden de periode toch aan. En dan bleven ze met 4 man achterop voetballen. Ja, ik weet niet waarom Edje dat deed, ik snapte dat niet. En dan tweede helft, Jesse naar de rechtsback. Nou, Jesse was de eerste 25 minuten hartstikke gevaarlijk. Maar ja, dat zijn keuzes. Ja, voor ons pak ik het goed uit. Zei het net tegen Saroni ook al, het is wel kwaliteit ook van jullie kant. Want Hogeveen is natuurlijk ook beducht voor jullie gevaarlijke aanval. Ja, dat is ook zo. We bleven wel een paar man voorop houden. Dan zei mijn vader ook in auto, die zei van, ja nou Herman, gewoon voorop blijven. Mike en Damon die lopen er wel omheen. Ja, wij zijn individueel wel heel goede voetballers. De tweede helft heb je ze even moeilijk, het eerste kwartier. Ja, maar ik speelde bij een helft met een man minder. Nou, het was aardig warm vandaag. Ja, dan ga je op een gegeven moment dus een beetje de puffer uit. En dan, dan maken zij 1-0. Voor mij buitenspel. Zeg ik ze. Maar ja, dan, hij laat doorvoetballen. Nou ja, Roy die maakt prima af. Maar dan lukt die interactie met het publiek, hè? Ja, dat is dan mooi, man. Het is een beetje open, je moet een beetje beleving in zitten. Het blijft toch een derby, hè? Ja. Wat er ook opvalt, is ontstaat een klein beetje irritatie. Mike die voortdurend blijft praten, tot ergernis van je vader op een gegeven moment. Ja, maar dat is Mike, dat weten wij. Daar moet Mike niet op reageren, daar moet mijn vader ook niet op reageren. Mike moet gewoon lekker laten, want als je tegen hem gaat zeuren, dan gaat hij alleen maar meer zeuren. En dan gaat Damon zich mee bemoeien. Maar al met al een prima teamprestatie, denk ik. Want na die 2-1 ja, kom je dus snel terug door die strafschop. Twee keer appel voor Hens. Ja, de eerste keer was ook Hens. De scheidsrechter kwam naar me toe, hij zegt van de eerste keer kon ik het niet zien. Maar de tweede keer was overduidelijk. Voor mij Twan, dacht ik, die ging zo. Ja. Ze zeggen, hij moet die arm eraf halen. Nee, hij moet de arm naar zijn lichaam houden. Maar ja, ging echt een ding naar de man. Ja. Goed. 2-2 uiteindelijk, terwijl de 3-2 er op het slot nog aan zat te komen. Hè? 97 minuut ben, hè? Ik weet niet welke ik heb. Nee, ik bedoel meer te zeggen van die wedstrijd duurde nog zo lang. Vorige week hadden jullie natuurlijk het geluk. Ja, ja. Ze gingen Jan over mij nog en Edje, die wou nog meer op de vuurtijd hebben. Ja, tuurlijk, wij gaan Alex hield rustig aan. Ja, is al logisch. We moeten spelen van minuut 9 met een man minder. Dan moet je op een gegeven moment tijd pakken. Ja, ja. Je rolt hier een puntje uit op SVM. Jan Dies verliezen van Nieuw-Leuzen. Ja, sneuvel Hogeveen natuurlijk. Ja, maar rustig blijven nu, denk ik. Ja, we hebben het zelf nog in hand. Dus we moeten gewoon weer op naar volgende week. SVM uit voor mij. Ja, als we die winnen, dan zetten we een hele goede stap, denk ik. Dan krijgen we een keer om dinsdagavond voor mij nog Nieuw-Leuzen thuis. Ja, dan komen mooie weekjes aan voor ons. En ik kan heel goed uitpakken, maar ik kan ook heel verkeerd uitpakken.